Ik tel van 3 tot 0 en als jij op 0 de video liked, krijg ik mijn hanenkam terug. 3, 2, 1, 0. Dank jullie wel. Welkom bij Mad City. Mr. Sunny heeft helaas nog niet gereageerd. En ik wil Mad City geen enkele keer overslaan. Dus vandaag probeer ik een beetje hier en daar mee te helpen in Mad City. Als politieagent zijnde. En yo, $2500 voor armor. Dat is best wel handig. Wij gaan proberen Mad City een beetje extra te beveiligen. En dat gaat ongetwijfeld lukken. Als het goed is heb je nu ook van die waakhonden. Die ook eens een keer bijna op mij zijn afgestuurd. Laat ik er eentje met mij meenemen. Adopteer hond. Ik kan zelfs kiezen in kleur als ik het honden plus pakket aanschaf. 100 robux. Oké, ik moet dit doen, guys. Als het goed is, kan ik nu namelijk niet alleen een hond adopteren, maar kan ik ook de kleur kiezen. Oké, wat ga ik doen? Ik ga hem een beetje lichtjes doen met roze ogen, denk ik. En ik noem hem DutchTuber Junior. Ah, jongens, dit is zo gaaf. Adapt. Yo, kijk dan. Ah, deze verdient sowieso een botje. Vangen. Hopsakee, ga maar halen. Misschien kunnen wij DutchTuber Junior wel afsturen op de overhand. De overhand is wel een soort van gemaakt van botten. Ik heb geen idee of dat kan. Wat is dit? Een frisbee. Oh, jongens, ik heb gewoon mijn eigen hond. En ik mag hem dus nu ook houden als het goed is. Omdat ik dus nu dat pluspakket heb geselecteerd. Dit is zo gaaf. Oh, hij is ook zo schattig. Eigenlijk moeten we nu wel een aantal bad guys aanpakken. Nu we onze eigen hond hebben. Ik zie daar wel een auto onder me. Die heel erg roekeloos aan het rijden is. Dit is mijn moment, jongens. Vanuit de lucht. Vanuit de lucht. Check this out, jongens. Hoe epic wil je dit hebben? Oeh, er zit een crimineel in. Snel, Job. You got this. You got this, Job. Pak hem. Nee, kom hier. Ik sta letterlijk op zijn auto. Hoe kan ik hem... Mijn hond helpt mee. Nee, joh. Mijn hond probeert gewoon letterlijk die auto in te klimmen. Huh? Wat zegt hij allemaal? Wacht eens even. Dit lijkt op de letters die op die pilaar van de overhand stond bij zijn vulkaan. En waarom kon deze persoon de auto niet uit? Wie zit er eigenlijk in deze auto? Ik zit letterlijk bij een crimineel op de auto. Ik kijk uit, kijk uit! Au! Hallo? Oh, come on! Yes! No way! Yes! Politie DutchTuber is terug. En mijn hondje is zo cutie cute. Cutie cute? Mijn hondje is lief, bedoel ik het. Gewoon heel erg schattig. Oh nee, jongens. Oh nee, jongens. Oh nee, jongens. De casino is open. Er vliegt er iemand door de lucht. Zagen jullie dat? Er vloog er iets of iemand door de lucht. Maar de casino is open. En dat betekent maar één ding. Dat betekent maar één ding. Namelijk dat mensen gaan proberen het te overvallen. En ik heb mijn hondje bij me. En ik ga laten zien dat Mad City niet verwoest kan worden. Ook niet door de overhand die dat van plan is. Want Mr. Sunny heb ik een bericht gestuurd. Ik mag er niet te veel over zeggen, denk ik. Maar heb ik nu eigenlijk toch gedaan. Maar ik heb hem een bericht gestuurd, jongens. En jullie gaan er nog van. Oh nee! Wat? Are you serious? Ik ben gekikt uit Mad City omdat ik zogenaamd aan het teleporteren was. Is dit door de overhand gedaan? Oh jongens, we gaan een keuze moeten maken. De juwelier, de bank, het casino en de nachtclub zijn allemaal open. En ik zie een airdrop. Ik zie weer een airdrop. Er kunnen hele speciale dingen uit die airdrops komen. Dus het blijft verleidelijk om er even in te kijken. Ik weet alleen niet of ik dat kan als politieagent zijnde. Dus ik moet het... Waarom ben ik roze? Nee, weer! Ik ben weer gekikt omdat ik vlieg! Dit is het werk van de overhand. Dat kan niet anders. Ik vlieg niet. Ik zweef. Oh jongens, onder mij probeert nu iemand te ontsnappen in een boot. Dit is een heuse achtervolging. Oké, hoe ga ik dit doen? Ik moet proberen eigenlijk nu naar beneden te springen. Nu! Come on. Oh! Oh nee! Snel Job, jetski! Jetski, jetski, waar staat de jetski? Die staat boven toch? Jetski, snel, snel, snel. Heb ik hem gespand? Nee, waar is mijn... Ja, hij is hier, snel, 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 Job. Jetski op, jetski op, let's go. Achtervolging time, achtervolging time, jongens. Achtervolging time. Oh, 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 oh. Wat gebeurt er met mijn jetski? Nee. Jongens, het gaat fout. Mijn jetski gaat alle kanten op. Ik net er bugs zijn. Oh, er zijn zoveel bugs in Mad City op dit moment. Oké, het werkt. Hij is daar vast nog wel. Ik ben niet de enige die last heeft van bugs. Dat kan niet anders. Jongens, ik zit midden in een achtervolging. Totdat Mr. Sunny reageert, wil ik proberen de veiligheid van Mad City te waarborgen. Hij moet ergens hier zijn, right? Want hij zat in een bootje. Hij kan niet ineens weg zijn met heel zijn bootje en zo. Hij staat, hij staat, hij staat. Ja! Oké, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit doen? Ik blijf op veilige afstand. Kijk, 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 kijk. Dit is zo spannend. Dit is zo spannend. Ik heb ook gewoon een roze pakje aan. Huh? Come on. Nee. Ik probeer hem aan de kant te beuken, maar het lukt niet. Kan ik op hem schieten terwijl ik hierin zit? Oh, jongens. Dit is zo spannend. Dit is zo spannend. Dit is een heuse achtervolging. En ik wil het hem... Ik kom wel heel erg dicht in de buurt van het huis van de overhand. Oh, jongens. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Ja. Ja. Come on.
Nee! Ik heb hem heel veel damage gedaan, jongens. Ik heb hem minimaal 30. Hij is weg. Hij probeert weg te komen. Hij probeert weg te komen. Hij zit in het water. Come on. Come on. Come on. Come on. We got him! Yes! Wat een epische achtervol. Waar is mijn hond? Doggy? Hij heet geen doggy. Oeh, daarboven is een banshee. Daarboven is een banshee. Van wie is die banshee? Ik kan het niet schieten. Oké, wacht. Nu gaat het lukken. Ja, ja, ja. Tra, banshee, kom naar beneden, jij. Oh, jongens. Het casino is momenteel in nood. En wij zullen er naartoe gaan om daar een stokje voor te steken. Of een scar. Dat is het wapen wat ik mee heb. Dus eigenlijk is het geen stokje. Het is wel een soort van stokje, maar wel gemaakt van metaal die kogels spuwt. Oké, misschien is het geen stokje. Ik durf eigenlijk nu niet meer mezelf naar beneden te laten vallen, want ik word elke keer gekikt. Wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Ik zag wat raars. Oh, jongens. Oh, jongens. Dit is altijd zo spannend, hè? Want je weet niet wie er binnen zijn. Je weet letterlijk niet wie er binnen... Het is een superhero. Oké, het is een superhero. Oké, kom met me mee. Snel. We moeten proberen iedereen hier weg te krijgen. Oeh, er is niemand. Nice. Hij heeft iedereen in zijn eentje ingemaakt. Jij bent een beast, man. Het is altijd zo verleidelijk om dan alsnog die kluis in te rennen. Maar ik ben een politieagent, dus dat zou een beetje raar zijn. Ik heb een idee. We gaan naar de criminele uitvalbasis. En op afstand proberen we mensen in te maken. Zou dat kunnen? Eigenlijk, er moet toch wel een manier zijn om in die criminele uitval... Daar is er een. Hij gaat nu naar buiten. Yes. 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 Nee! Ik had hem bijna. Nee! Deze ouwe... Oh, wat gebeurt er? Uh-oh, jongens. Oh, nee. Oh, nee, het wordt spannend. Nee! Prima. Dat kan ik namelijk ook. Ik heb nog een beetje keelpijn. Ik zie dat de piramide momenteel wordt overvallen. Niet wanneer ik in de buurt ben, jongens en meisjes. Niet wanneer Dutch Schuber in Mad City rondzweeft. En ik weet niet waarom ik zo praat. Het is een beetje raar. Oké, weet je wat we gaan doen? We gaan iedereen in de piramide laten zien dat ik de baas ben. Dat ik niet toelaat dat de overhand en de huidige bad guys hier proberen alles kapot te maken. Oeh, wat is dat? Oh, dat is een superheld. Oké, gelukkig, jongens. We gaan nu naar binnen in de piramide. Oh, dit is echt de eerste keer in tijden dat ik de piramide inga zonder het... Oh, jij kan hier natuurlijk... Oeh, come on! Come on! Come on! Oh, jongens. Oké, ik moet snel zijn. Ik moet heel snel zijn. Dit is best wel lastig. Dit is echt legit best wel lastig. Want ik ga de piramide nu namelijk in, terwijl ik hem niet eens wil overvallen. Dat is voor mij nieuw. Dat is voor mij nooit eerder gedaan. Oké, luister. Ik ga mezelf gewoon in de kluis verstoppen. Iedereen, elke crimineel die dan in de kluis komt en denkt dat hij daar safe is, die is de pineut. Oké, let's go. Snel. Ja, nice. En nu ik hierdoor. Oh, jongens. Dit is de allereerste keer dat ik als superhero zijnde. Oh, jongens, nee! Het is zo spannend! Ik mag niet geraakt worden, want ook ik kan in de brand vliegen. Ja, mijn superhero pak is best wel brandbaar. Ik heb er al een melding van gemaakt bij Mad City, maar ze luisteren niet. Nee! Oh nee, wat jammer! Oh, jongens, ik zit weer iemand op zijn hielen. Ik zit denk ik weer iemand op zijn hielen. Ik zal... Ja. Kom maar hier! Wegzetten die auto! Hopsakee! Die is in beslag genomen. Dat is vanaf nu mijn nieuwe auto. Dankjewel, Roblox-spelers. Oh, daar is er nog één. Hij probeert te ontsnappen. Niet waar ik ben. Wegwezen! Let's get it. Oh, hij zit erin. Hij zit er al op tijd in. Ja, nu niet meer. Of, jawel, hij zit er nog steeds in. Ja, nu niet meer. Ik heb al lang al niet meer Mad City gespeeld op dit maniertje. Maar het is nog steeds leuk, denk ik. Vinden jullie het leuk? Laat het in de comments weten. Dan kan ik het misschien vaker doen. Een beetje afwisselen met de storyline die zich afspeelt binnen Mad City. Elk moment kan er iemand uitkomen, jongens. En dan ben ik ready. Dan ben ik oprecht ready. Ik kan er ook ingaan, maar ik achterkans heel groot. Oké, weet je, ik ga het gewoon doen. Ik achterkans echt heel groot dat ik dan afga. Maar soms moet je risico's nemen in het Roblox leven. Het zou best wel grappig zijn als heroes en politieagenten ook gewoon kluizen kunnen beroven en zo. Het zou wel een beetje een rare wending geven misschien aan Mad City. Maar het zou ergens ook wel weer grappig zijn. Oh, wacht eens even. Misschien. Jongens, wat gebeurde daar? Wacht eens even. Mijn superhero pak zorgde ervoor dat ik niet afging. Misschien kan ik dan ook de helm van die Knuckles wel pakken. Van die kip. He, want ik ging net namelijk niet af. Is er misschien nog iemand anders? Wow. Ik kan me herinneren dat er minder diamanten lagen in deze kamer. Oké, jongens. Gaan we hem proberen te pakken? Kunnen we hem pakken? We kunnen hem pakken. Mijn pak bleef net intact toen ik op die vuurbal kwam. Dus we gaan het gewoon proberen. Ja, het is nog steeds niet echt mijn ding, denk ik. Er is nog één ding wat ik eventjes wil uittesten. Omdat ik die meteorietstukken namelijk totaal niet vertrouw. Het is aangestuurd door de overhand. Dus misschien zit er wel wat in de meteorietstukken. Huh? Come on. Ga open. Nee, ze kunnen niet open. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat er niets in zit. Misschien is het gewoon superkrachtig. Wow, let's go.
Waarschijnlijk zitten ze met z'n allen in de kluis. Dat idee heb ik dan tenminste. Dus ik pak mijn wapen er alvast bij. Ik spring over de reling. Ja, ze zijn er. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ik heb de eerste. Ik heb de eerste. En de tweede. En de tweede. En de tweede. En de tweede. Hij is bijna af. Hij is bijna af. Hij is bijna af. Hij is bijna af. Hij geeft het op. Hij geeft het op. Hij probeert weg te komen. Snel, 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 snel. Yes! Ik heb ze beide. En nu ga ik mezelf hier verschut opstellen in de kluis. Want wanneer er dan nieuwe crimineeltjes komen... Nou, dan ben ik daar, om ze tegen te houden. Duurt zo lang. Ik zit er nu al heel lang. Wel, duurt zo lang. Duurt zo lang dat ik maar heb besloten om te gaan dansen. Misschien zijn ze al met z'n allen naar buiten gegaan. Ja, ja, ja. Oeh, wacht even. De nachtclub wordt overvallen. Dat is de plek waar mensen die keycard kunnen krijgen voor de jetpack. Dus dat is waarschijnlijk een plek waar heel veel mensen gaan zijn op dit moment. Let's get it, guys. Oeh, dit is zo spooky. Ik ben al heel lang niet meer hier naar binnen geweest. Sowieso niet om, zeg maar, het juiste te doen. Als ik hier binnenkwam, was het meestal om iets mee te nemen wat niet van mij was. Even kijken. Moet ik deze kant op? Nee, ik moet juist deze kant op. Let's get it. Oh, jongens. Oh, jongens. Let's go. Kijk, ik heb wel een hele mooie voor... Snel, 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 snel. Hij probeert weg te komen. Hij probeert weg te komen. Jammer, man. Jammer, man. Oké, op naar de volgende. Er is niemand? Are you serious? De kluis was nog niet eens open. Of is hij wel open? Ah, de kluis is... Is hij open? Nee. Waarvoor ben ik hier? Oh, jongens, daar is iemand. Daar is iemand. Daar is iemand. Hij probeert binnen te gaan. Hij probeert nu binnen te gaan. Hij probeert nu binnen te gaan. Snel, snel. Oh, hij gaat het gewoon doen. Hij heeft net gezien hoe ik zijn mattie gewoon... I don't know, als een dwel heb gebruikt. Hey, kijk, ik ben sneller, dus dat is mijn voordeel. Ik ben veel sneller dan hij ooit kan zijn. Oh, dit is bijna flauw. Ze heeft letterlijk niks door. Weet je wat? Ik ga het gewoon doen. Sorry. Yes. Jongens, jongens, jongens toch. Dit is een fantastische aflevering. Oh, jongens. Ik zag daar een helikopter. Oeh, wat is dit? Wie is deze? Ik weet het niet. Maar er zit sowieso iemand in die helikopter die er niet mag zijn. Kom hier. Oh, jongens. Oh, jongens. Wat is dat? Wat is dat voor wapen? Wat is dat voor wapen? Oh nee, ik moet weg. Ik moet weg. Hij is veel sterker dan mij. Eventually. Jongens, welk van deze drie auto's moet het worden? Nummer 1, nummer 2 of nummer 3? Oké, weet je wat? We gaan werken met een aftelsysteem. En bij 0 sta ik voor de auto die ik ga kopen. 3, 2, 1. Dat was niet de bedoeling. Ik mag niet meer betalen. Mijn betalingssysteem van Robux is geband. Omdat ik bijna al mijn Robux wil uitgeven aan één auto. Inderdaad, ik ga de enige echte Avenger kopen. 2,5 miljoen. Alleen omdat ik weet dat mij nog een moeilijke periode te wachten staat in Mad City. En omdat ik de benodigde boefjes heb ingemaakt. Al mijn geld in één keer weg. Wil ik het? Bye! Alleen ga ik er natuurlijk wel heel rustig in rijden. Check this out, man. Dit is echt een van de allersnelste auto's waar ik ooit heb ingezeten. Willen jullie nou dat ik deze auto nog ga pimpen? Oh nee, misschien kan ik door de komeet heen rijden. Nou, goed. Wat gebeurt er eigenlijk als ik over dit ding heen ga? Oh, helemaal niks, serieus? In Fortnite zou je... Ik weet het, maar dit is geen Fortnite, oké? Jongens en meisjes, ik wil jullie bedanken voor het kijken. De volgende keer gaan we weer lekker verder. Hopelijk heeft Mr. Sunny dan gereageerd. Ik ga even naar de gevangenis om wat meer boefjes in te rekenen. Let's do this. Bedankt voor het kijken. Abonneer kan heel gratis hier beneden. Oh-oh. Oh, jongens. Oh, jongens. Oh, nice. Ik ben binnen. Wacht eens even. Kan ik nu niet gewoon... Kan ik jou niet gewoon letterlijk gewoon op deze manier zo een beetje gewoon... Als jij dan niet... Oh. Doei.